Dit is Den Haag in 60 seconden. De politie heeft een 38-jarige Poolse moordenaar gearresteerd vlakbij de boulevard van Scheveningen. De man ontsnapte eind september uit een Duitse psychiatrische instelling. Meerdere mensen hadden de politie getipt dat zij de man in Den Haag hadden gezien. In het water bij de Conradkade in Den Haag is een lichaam gevonden. Bij werkzaamheden zagen werklui iets in het water liggen. Duikers vonden het stoffelijk overschot. Op het Malieveld worden vrijdag zeker 5000 studenten en scholieren verwacht die demonstreren tegen het leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs. Dat zegt de Landelijke Studentenvakbond. Aan 1400 van de 7000 populieren markeert wat. Bijna 900 van die bomen moeten binnen 2 jaar worden gekapt of fors gesnoeid. Dit was Den Haag in 60 seconden.